Yo, beste mensen, mijn naam is Tito en vandaag spelen we Minecraft. Yes, we gaan deze mooie survivalhuis bouwen. Ja, dat is wat we gaan doen vandaag. Dus ja, het is niet zo heel erg lastig. Als je maar goed oplet hoe het moet. Yes, pauzeer anders af en toe even de video. Spoel een stukje terug als je het niet helemaal ziet of begrijpt. En dan kom je er vanzelf al helemaal uit. We gebruiken heel veel trapdeuren of valluiken. Trapdoors in het Engels, valluiken in het Nederlands. En vooral veel sparrenhouten planken, sparrenhouten trapjes, sparrenhouten hekjes, sparrenhouten valluiken. Een sparrenhouten deur, wat bruin beton en eikenhouten blokken. Wat keien, trappen van keien en bloksteen. Ja, dat is eigenlijk alles wat je een beetje nodig hebt. En voor deze hele mooie schoorsteen heb je ook nog een kampvuur nodig. Kijk, er zit hier een mooie schoorsteen aan, zo op. En die gaat dan helemaal naar boven en dan zo naar boven, zo pop, 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 pop. Oh, die schoorsteen zou ik nog even kunnen veranderen. Weet je? Dat ga ik nu gewoon even veranderen. Ik ga het nu gewoon even veranderen. Gewoon even schoorsteen of zo. Hop. En wat keien. Ja, voordat we beginnen heb ik gewoon al wat dingen gedaan. Maar dat maakt niet zoveel uit. Kijk, die doen we dan zo. Want dan kan je, daarna kan je dat altijd nog mooi. Ja, nog mooi maken natuurlijk. Zo. Hop. Die gaan we daar naartoe. Die komt daar. Daar. Hey. En 2. Bam. 1, 2. En dan plaats je hier op zijn kop. Kijk, nice. Oké, dan gaat alles er ook zo naar boven. Woe. En dan lijkt het net alsof het echt zo daar bovenuit komt. Ja, ik zou zeggen, heel veel speel- en bouwplezier. Here we go. En we beginnen als allereerst met bloksteen. Daar doen we 1, 2 van op elkaar. Dan slaan we er 1, 2, 3, 4 en 5 over. Dus dan doen we daar weer ook weer 2 bovenop elkaar. Dan gaan we naar de zijkant toe. Dan doen we er 1, 2 en 3 overslaan. En dan nog een keer doen we 1, 2, 3, 4, 5 en nummertje 6. En dan plaatsen daar weer 2 bovenop. Dan slaan we hier weer 5 over. 1, 2, 3, 4 en een nummertje 5. En dan gaan we gewoon weer terug. En dan slaan we hier weer 3 over. En dan hebben we hier weer een dubbele. Als we het hebben gedaan, dan pakken we de keien. En die plaatsen zo overal maar mooi tussenin. En zo. En dan de achterkant. De zijkant. En als we dat hebben gedaan, dan pakken we de keitrap en die plaatsen we zo mooi er bovenop. Op zijn kop er tegenaan. Dan de achterkant. Andere zijkant. En dan de laatste kantje doen we dan hier weer tegenaan. En nu gaan we gelijk verder met de vloer aan de binnenkant. Gebruik sparrenhouten planken voor. Als je het in survival speelt, kan je hier ook platen voor gebruiken. Zo. En dan de laatste komt dan aan deze kant. Oké, nu we dit zo mooi hebben gedaan, dan gaan we met eikenhouten blokken verder. Even kijken waar die staan. Die staan daar zo. Eikenhouten stronkies. Hoppa. Doen we hier 1, 2, 3, 4 en 5 van op elkaar. 1, 2, 3, 4 en 5. Doe ik overal waar deze blokstenen of bakstenen. Nee, volgens mij zijn blokstenen staan. Daar doen we overal 5 hoog pilaren. Zo, oh, dit zijn er 6. Ja, al gelijk weg. Hop, en dan hier 1, 2, 3, 4 en nummertje 5.
Oké, doen we gelijk met de spannende trap. Hier 1 tegenaan. Hier de 1 tegenaan. En zo. Aan de achterkant doen we dat ook. 1 en 1. En dan doen we hier nog bovenop 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en 4. En 1, 2, 3 en 4. En 4. Hoppa. Nou, zo groot wordt, of zo hoog wordt het huis. En dan komt nog het dak, komt er nog bovenop. En we gaan gelijk weer verder met sparrenhouten planken. Dan doen we 1. 1 overslaan. 1, 2 en 3. En zo. Dan komt hier een mooi raampje in. En dan doen we deze 4 hoog. Hop. Die komt daar. Daar en daar. En dan plaatsen. Maken we deze nog dicht. En deze maken we ook dicht. En hier komt een mooie deur in. Zo. Doen we hetzelfde geld aan deze kant. Hop, 1, 2. 1 en 2. En die komt dan daar. En 2 daar zo. Deze maken we helemaal dicht. Of nee, deze laten we even. Doen we 2 daar. En laten we 2 open. 2, 2. En dan hebben we hier een mooi rijtje. Hop. Doen we 2 zo. En dan deze gaat hier naartoe. En dan hebben we hier nog een rij mooi bovenop. Zo. Maken we deze onderkant even helemaal mooi dicht. En dan doen we eigenlijk hier hetzelfde als aan de andere kant. Behalve aan deze kant. Deze gaat gewoon helemaal mooi dicht. Of je kan hier ook een raampje in maken. Maar ik maak hem nu voor nu even mooi dicht. Zo. 1. En 2. Als we dit hebben gedaan, dan pak ik tenminste bruine raampjes. En die plaats ik er zo overal mooi in. En zo, die komt daar. Je kan natuurlijk ook een ander soort raam gebruiken wat je zelf het mooiste vindt. Oké, dan gaan we 1 en 2. 2 overslaan. En dan doen we daar sparrenhouten trappetjes tegenaan. En dan pakken we de houten val of sparrenhouten valluik. En die plaats ik zo daar weer tegenaan. Doen we overal hetzelfde. Dus 2 trappetjes aan deze kant. En zo. En houten valluik daar in het midden. Hier komt niks. Aan deze kant doen we wel de sparrenhouten planken 4 hoog. 1, 2, 3 en nummertje 4. En zo. En aan de achterkant het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Sparrenhouten trap 2 hoog. Op zijn kop er tegenaan. En dan 1, 2 en nummertje 3. 2 hoog. Hop. 1, 2, 3, 4. Daar. En 1, 2. En die komt dan weer daar zo. Oké. Als we dit zo hebben gemaakt. Dan gaan we verder met de zijkant hier zo. Want hier komt de open haard. Hier is, pakken we de keien. Haal 2 weg. Doe 2 blokken daar voor terug. Maken we een mooi vierkant. En dan doen we 1 en 2 zo. Hou hier 1 en 2 halen we mooi weg. En dan komt daar dadelijk de kamvuur in. Dan met de sparrenhouten valluik maken we een mooi hekje om de kamvuur heen. Dus doen we die dicht. Hop, hop, hop. En die doen we dan mooi zo dicht. Pak gelijk even de kampvuur erbij. Kampvuur staat aan deze kant. Hop. Ho. Oh, 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 oh. En dan hebben we de deur niet meer nodig. Dus plaats ik 1 en 2. En plaats ik hier aan de onderkant plaats ik ook nog 1 en 2. Dan krijg je een dubbele kampvuur. En dan pak ik even een waterfles. Spetterend water, jouwer, hoppa. En die gooi ik 2 leeg. En dan blijft onderen blijft gewoon branden. Oké, dan doen we de sparrenhouten stronken 1, 2 weer daarmee terug. En dan pakken we gelijk de keien. Doe 1, 2, hop, zo mooi er tegenaan, zodat dit dicht is. En dat doen we dan nog een keer. En dan pakken we een keienmuur erbij. Met de keienmuur. Oh.
Dit is echt irritant zo. Waarom gaat dit niet goed? Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Nou, dan doen we dat gewoon even zo. Keimuur. 1, 2 en 3. En dan pakken we de keien en die zetten we die mooi daarachter neer. En we moeten nog een keien trappetje hebben. Oké, die keien trappetje werkt ook niet. Nee, het werkt gewoon niet. Oké, er is een fout in het systeem denk ik, of weet ik veel wat, maar... Oké, de keien trappetje die zetten we zo 1, 2 erbovenop. Twee keien. En deze kant ook nog twee keien. Twee keien. Keientrap gaat zeg maar op zijn kop. Of zo twee. Twee keien erbovenop. Twee keien trappetjes daar weer bovenop. En dan daar tegenaan twee keien. Een kei, je trap. Eentje zo. Eentje op zijn kop. En die andere kunnen we dan weer op zijn kop er tegenaan zetten. Dit doen we dan nog een keer. Hop, eentje op zijn kop. En dan plaatsen we hier nog keien 1 en 2 daar weer bovenop. Oké, dan pakken we de eikhouten valluik. En die zetten we zo mooi overal tegenaan. 1, 2 en nummertje 3. Dan gaan we even bukken. Hop. En dan kan je die zo mooi erbovenop zetten. Zo. 1, 2 en die komt daar. En als het goed is gaan ze nu allemaal mooi naar binnen dicht. Oké, dan halen we deze weer weg aan de zijkanten. 1 en 2. En eentje gaat daar weer weg. En dan plaatsen we daar nog een mooie kamfuur in. Zodat de schoorsteen gelijk af is. En die plaatsen we gewoon 1 en 2 daar weer bovenop. Dan krijg je nu mooi dit. Als mooie schoorsteen. Yes. Oké, als we dit hebben gedaan. Dan gaan we verder met de voorkant. En dan pakken we de sparrenhouten trap erbij. Doen we 1 en 2. Doen we 2 op zijn kop. 2 en zo. En 2 weer op zijn kop. Dan pakken we de sparrenhouten platen. En de sparrenhouten platen die zetten we hier 2 zo tegenaan. Dan krijg je een mooie, een mooie ingang. Dan pakken we de eikhouten of de sparrenhouten valluiken zo. En dan zetten we er 3 zo tegenaan. Dan gaan we even bukken. Dan kan je ze tegen de bovenop zetten. En dan kunnen ze zo mooi dicht. Hoppa. Oké. En dan aan deze kant. Aan de onderkanten kunnen we overal een sparrenhouten valluik tegenaan plaatsen. We gaan heel veel valluiken gebruiken in dit huis. En dan hier aan de zijkant doen we dat ook. 1, 2 en 3. Hier ook 1, 2 en 3. Aan alle onderkanten eigenlijk gewoon overal een valluikie. Hop. Die daar tegenaan. Die komt daar. Die komt daar. Eén. Twee. En nummer drie komt dan aan die kant. Nice. Hier zo missen we ook nog een soort boog. 1. Hop. En nummer 2 komt daar. En ook hier weer komen 2 valluiken er tegenaan. Zo. Of nee, die plaatsen eentje lager, sorry. Anders is dat niet echt in contrast met de andere kant, zeg maar. En zo. Die komt dan daar. Die halen we weg. En die halen we weg. En die komt dan daar. Die halen we even weg. En die komt dan daar zo. Nice. Oké, kijk. Dan krijg je nu mooi dit. Als we dit hebben gedaan.
Dan pakken we de sparrenhouten plaat en die zetten we er 1, 2 en 3 tegenaan. 1, 2, 1, 2, daar weer tegenaan. En die laten we dan eentje naar buiten komen. Zo. En dan gaan we hier trapsgewijs naar beneden toe. Dit is 1 blok, 2 blokken en 3 blokken. Hetzelfde geldt voor deze kant. 1, 2, 3. We doen het 4 blokken. Anders kom je niet uit met het hekje wat ik hier onder wil gaan plaatsen. Dus die past nu mooi daar tegenaan. Anders had hij niet mooi aangesloten op het hekje. En die plaatsen we zo daar weer tegenaan. Hetzelfde geldt voor deze kant. Hop, 1. En nummertje 2 gaat hier. En nummertje 3 komt daar zo. En dan trek hem door naar de andere kant toe. Oké, dit wordt het dak. Het dakkie, die trekken we gelijk helemaal door. Hop, zodat die mooi afgemaakt wordt. En deze komt deze kant op. En deze gaat dan weer deze kant op. Op. Zo, oké. Okay, dan hebben we de eerste gedeelte hebben we nu mooi afgemaakt. Zoals je kan zien. En dan gaan we gelijk door naar de volgende gedeelte. Deze halen we even weg. Er was één te veel. Maar dat maakt niet zo heel veel uit zo. Hop, halen we gewoon één rijtje weer eronder vandaan. 1, 2 en 3. Deze maken we wel even dicht, wou ik zeggen. Ik had nog een plaat in mijn hand, maar dat maakt niet zo veel uit. Oké, de zijkant hebben we gedaan. Dan pakken we nu betonpoeder. En dan bruin betonpoeder. Hop. En die zetten we zo mooi daar tegenaan. 1, 2, 3, 4 en 5. Dan gaan we hier... 1, 2, 3. 1, 2 en 3. Zodat je 4 omhoog gaat. En dan pakken we de bruine ramen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 en 2. Kijk, dan krijg je nu dit. En die plaatsen we daar weer tegenaan. Dan pakken we de sparrenhouten valluik. Die zetten we hier mooi tegenaan. Ja, we doen eerst een trappetje zo, een trappetje zo. En dan kan je de valluiken zo mooi daar weer tegenaan zetten. 1 en 2. Dan moeten we even bukken. 1 en die komt dan daar. Onder het raampje komen 3 valluiken. 1, 2 sparrenhout hekjes. 1 en 2. Dan pakken we de platen erbij, doen we 1, 2, 1 en 2, een halve en dan weer 2 hele, daar weer tegenaan, en zo. En een sparrenhouten trappetje, 1 en 2, daar weer op z'n kop, dan krijg je nu mooi dit. Aan de andere kant doen we hetzelfde, dus met betonpoeder doen we 1, 2, 3, 4 en nummertje 5, 1, 2, 3 en 4 hoog. 1, 2, 3 en 4 hoog. Deze halen we eentje en eentje eraf. Want deze moet eigenlijk eentje naar beneden. Hop. Die plaatsen we zo eentje naar beneden. En deze plaatsen we ook eentje naar beneden. Hop. Want anders kom je daar weer niet mooi uit, zeg maar. Die halen we eentje eraf. Eentje daar weer af. En dan plaatsen we het trappetje. Eentje naar beneden. En zo. Trappetje eentje naar beneden. En daar doen we gewoon de eikenhouten stronken. Weer mooi bovenop. En zo. Dan weer met de bruine raampjes. 1 en 2 daar weer bovenop. Bruine poeder. 1, 2 en 3. Zodat je totaal 4 hoog krijgt. En eentje komt dan weer daar bovenop. Nice, dan gaan we eigenlijk hetzelfde doen als aan de voorkant. Dus met de trappetjes zo. En de sparrenhouten valluik zo er tegenaan.
Even bukken aan deze kant en dan die. En dan die komt zo weer. Onder de raam weer 3 valluiken. En dan 1, 2, 1 en 2 hekjes. En dan doen we de sparrenhouten plaat. 2 dubbele, een enkele, 2 dubbele. Een sparrenhouten trappetje komt daaronder weer tegenaan. En dan is deze zijkant ook mooi af. Dan gaan we door naar deze kant. Voor deze kant pakken we een mooie stronk. Even kijken hoor. Die staan hier. Dan doen we een donkere geschaafde sparrenhout. En die vervang ik door de keien. Die hebben we niet meer nodig. Oké, de geschaafd sparrenhout. Die zetten we eentje erachter. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Ho, 6 zo. En hier 1, 2 en 3. Deze kant ook. Deze kunnen we eigenlijk gewoon zo helemaal mooi plaatsen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Oké, dan pakken we de sparrenhouten trappetjes. Doen we 1, 2. 1 en nummertje 2. En dan de valluik in het midden. Valluik daar. 1, 2, 3. En nummertje 4 komt weer daar. Dan pakken we de geschaafde sparrenhout en die doen we nog eentje hoger. Zo, aan deze kant doen we dat ook. Eentje hoger en eentje hoger. Dan pak hier weer de sparrenhouten trap met de sparrenhouten valluik. Valluik en het trappetje. Hier ook weer 1 en 2 en een sparrenhouten valluik. Kijk, dan krijg je nu mooi dit aan de zijkant. Hop, zie je? Dus wat, misschien wat mooier zo. Zetten we hier boven, of hier tussenin, zetten we mooie hekjes neer. En dan hier doe dat ook. 1 en 2. 1 en 2. Hop. Net voor de extra detail aan het huis. 1, 2. Hier past er eentje. Hier ook weer 1. En eentje komt dan daar zo. Voor deze kant pakken we weer de betonpoeder. En die zetten we gewoon zo, zo er bovenop. 1 en 2. En deze plaatsen we zomaar daar neer. En dan moet hier eigenlijk onder een, eigenlijk gewoon een blok. Of geschaafd sparrenhout. Die kunnen we zo mooi omhoog zetten. Zodat die betonpoeder niet naar beneden valt. En aan de andere kant doen we hetzelfde. Dus pakken betonpoeder. Hop, die gaan we helemaal naar deze kant sturen. En voor deze kant doen we dat ook een hele rij. 1, 2. Zodat het, de rijen gelijk zijn. En die plaatsen we weer zo mooi neer. Oké, dan pakken we weer de sparrenhouten trappetje erbij. Hier zetten we... Of even het makkelijkst is gewoon even de eikenhakenstronk. 1, 2 hoger, 2 hoger. Gewoon overal even 2 hoger zo. Ja, doe gewoon even zo, lekker. Zo, 2, 2 daar. En weer 2 daar zo. Kijk, want dan kan je nu makkelijk de sparrenhouten trappetjes nog even er tegenaan zetten. Maar die zetten we eentje lager. Die zetten we eentje lager zo neer. Zo, ja. 1, 2. En dan 1 en 2. En dan kun je hier tegenaan de sparrenhouten valluiken neerzetten. Zo. En aan de andere kant doen we hetzelfde. Ja. En met de sparrenhouten trappetjes. En deze gaat uiteraard hetzelfde als aan de onderkant zoals je kan zien. En die gaat daar. Daarheen. En dan daar sparrenhouten trappetje. Komt dan daar weer mooi bovenop. Oké, nu we dit hebben gemaakt, gaan we beginnen met het dak. Het dak gaat als volgt. We pakken de sparrenhouten plaat. Die zetten we een hele blok zetten we zo neer. Een hele blok zetten we zo neer. En dan doen we 1, 2 en nummertje 3 komt dan daar. Een hele blok naar voren. En dan 1, 2 en nummertje 3 komt aan deze kant. En die kunnen we eigenlijk gewoon zo mooi dichtmaken. Ja, dat doen we gewoon zo. Aan de andere kant doen we hetzelfde. Dus we maken een hele blok.
eentje naar voren. En allemaal halfjes komen er tegenaan te zitten. Zo, een hele blokken. En de halfjes komen daar weer tegenaan. Nu pakken we de sparrenoten trap. Die zetten we 1, 2 mooi neer. En deze kant ook 1 en 2 zetten we die zo mooi neer. Dan gaan we trapsgewijs naar boven toe. Zodat we het dak mooi kunnen maken. En dan zijn we in het midden beland. En daar doen we een dubbele blok. Of een dubbele slab plaat. En aan deze kant doen we dat ook weer hetzelfde. 1 en 2. En dan gaan we hier mooi het dakje maken. Zo. Die komt hier. Die komt hier zo op. En dan maken we 1 en 2. En de laatste twee komen daar. En dan met eikenhouten platen doen we een dubbele daar weer bovenop. Oké, de trappetjes. Eikenhouten of sparrenhouten trappetjes. Die trekken we helemaal mooi door en zo. 1, 2. Ja, deze kant ook. 1 en 2. Deze kant. Zo. Dan met de sparrenhouten platen maken we het dakje aan deze kant mooi dicht. En dan maken we hem hier ook zo mooi dicht. Hop. Die komt daar en die komt daar. En dan sluiten we hem hier nog af met eentje extra er tegenaan. En dan aan deze kant maken we ook nog een paar betonpoeder zo mooi af. Kijk, nice. En dat doen we eigenlijk aan de andere kant. Doen we precies hetzelfde. Zo. Dan pakken we hier de dubbele blokken even snel. Zo. 1, 2, 3, 4. Die komen daar. Oh. Daar. En dan trekken we deze plaat helemaal mooi door. Hoppa. Dan pakken we weer de sparrenhouten trap erbij. En die plaatsen we helemaal weer naar de andere kant toe. 1, 2 en nummer 3. 1, 2 en 3. En dan deze kant. Daar tegen de schoorsteen aan. Deze kant ook tegen de schoorsteen aan. Hop. En dan de laatste rij. Die wordt helemaal doorgetrokken. 1, 2, 3 en 4. En dan deze twee doen we 1. Hop. Ietsjes hoger. 1. En nummer 2 komt daar. Oké, dan maken we deze dicht met sparrenhouten platen. Woep. 1, 2 en 3. Die komen daar zo. Nu pakken we nog andere dingetjes erbij. Ja, we pakken gewoon nog andere dingetjes erbij. Hier zou kunnen we nog witte wol doen. Of iets van wit in ieder geval. Maar donkere eikenhouten trappetjes hebben we nodig. En donkere eikenhouten platen. Die staan hier. Donkere eikenhouten plaat. En dan hebben we hier witte wol. Ja, witte wol. Oké, en de witte wol die plaatsen we hier aan de binnenkant. 1, 2, 3. Daar. Zodat je ook nog eigenlijk een ander kleurtje krijgt in het huis. Plaats hier. Hop. En zo. En die plaatsen we weer aan deze kant. 1, 2. 1, 2. En nummertje 3 komt aan die kant. Nice. Dan pakken we de donkere eikenhouten trap. En die zetten we tegen de dak zo mooi aan. Ho. 1, 2. En nummertje 3. Deze vervangen we voor een donkere eikenhouten plaat. En deze vervangen we ook voor een donkere eikenhouten plaat. En die plaatsen we daar weer tegenaan. En zo, hetzelfde geldt voor deze kant. Hop, 1, 2 en hieronder donkere eikenhouten plaat.
En dan gaan we met de trappetjes zo mooi omhoog. 1, 2 en nummertje 3. Dan krijg je dit. Dan pakken we de donkere eikenhouten plaat. Doen we hier 1 en 2 daar weer bovenop. Hetzelfde geldt voor deze kant. 1 en 2 bovenop. En dan hier ook weer met de trappetjes gaan we naar beneden. 1 en 2 en eentje komt daar. Hier zo ook. 1, 2 en dan de trappetjes gaan hier weer mooi omhoog. Dan doen we hieronder doen we weer de donkere eikenhouten trappetjes. Die is niet helemaal goed gegaan. Die moet zo. Ja. En doen we 1 en 2 daar weer mooi tegenaan. Nice, dan krijg je nu mooi dit. Ik zie nog iets wat ik kan doen. Weer met de valluiken. Dus doen we 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 daar weer mooi tegenaan. Of weet je wat? We maken hem gewoon helemaal zo mooi. Daar, hoppa. 1 en 2. En die gaat niet verder dan dat. Oké, nice. Dan doen we deze aan de andere kant ook. Zo hier. 1, 2, 3, ja. Zo mooi daar naartoe. En dan hier. 1, 2 en nummertje 3 komt daar zo. Kijk, dan hebben we nu al heel wat gemaakt aan het huis. Ja, ik vind het een tof, gaaf huisje geworden. En dan kunnen we nog wat planten neerzetten. En wat lantaarns. Ik mis een beetje wat lantaarns. Ik doe kleine rode tulp. En dan hebben we nog een mooie vaas nodig. Of een bloempot. Of even kijken hoor. Een lantaarn uiteraard hebben we nodig. En we kunnen gelijk even een klein beetje decoreren aan de binnenkant. Een mooi kistje. Een bloempotje. Kijk, bloempot. Hoppa. Bloempot gaat daar. Zo. En daar komt dan de mooie tulp in. Nice. En dan kunnen we hier ook mooi overal zo mooi doen. Doe je 1 en 2 zo. Hop. Daar komt er eentje. Nou, daar hoeft eigenlijk niks. Daar weer 1. Hop. 1 en 2. Kijk, dat maakt het gelijk wat een stuk vrolijker, vind ik altijd. Als je zo dat soort dingen hebt, zeg maar. En kunnen we daar eentje plaatsen? Nee, dat gaat niet, Tito. Maar daar wel. Haha. Doen we 1 en 2 daar. En zet hier eentje. Nee, ik kan ook niet neerzetten natuurlijk. Zet hier gewoon eentje neer. Ja, waarom niet? Hè? Wordt het wat lichter in de tent. Oh, kijk. Ik kan ze ook hier ophangen. Zo. Hoppa. Kijk, dan hoeven we deze helemaal niet. Zo. Hop. Die doen we daar. En die doen we daar. Nice. En dan wordt het ook wat verlicht aan de onderkant. Ja, aan de binnenkant kunnen we wat een bedje neerzetten nog. Het is niet zo heel veel ruimte. Maar ja, kijk, dit soort dingen kan je wel goed benutten, zeg maar. En dan kan je daar ook nog een kistje bovenop zetten als je dat zelf wil. Natuurlijk zo. En hier aan de bovenkant kun je ook nog een hele verdieping maken, uiteraard. Dat laat ik zo voor wat het is. En dan hier aan de buitenkant. Ja, kunnen we iets met strobalen doen. Kijk, of een hooibaal. Zo, hooibalen en misschien nog wel een tonnetje of zo. Of iets. Even kijken hoor, hebben we hier nog tonnen? Ik weet niet waar die tonnen staan. Ik heb geen idee. Oh hier, kijk. Een compresteerder. Zo, wat een woord. Hè? En kijk, die kunnen dan hier mooi nog zo. Die kunnen hier mooi tegenaan zetten zo. Hop. Zodat het ja, wat meer decoratief is. Het is gewoon puur ter decoratie zo. Hop. Die kunnen we daar nog tegenaan zetten. Zo. Hoppa. Kijk, dan wordt het ook gelijk wat, ja, wat mooier, vind ik altijd. Gewoon random dingetjes kunnen we gewoon zo neerzetten natuurlijk. En dan maken we nog een klein pad. Paadje. Hop. Die doen we zo. En dan de pad loopt hier naartoe. 1, 2.
En die, oppa, die kunnen zo mooi daar nog tegenaan zetten. En dan is het huisje helemaal af. Vond je nou een kikke, leuke, gaaf, tof huis? Geef dan de blauwe duimpjes omhoog. Abonneer mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zou ik zeggen tot de volgende video weer. Laters!